Negatieve getallen zijn geen getallen die de hele dag chagrijnig en mopperend rondlopen, maar getallen kleiner dan nul. Getallen kleiner dan nul. Dat is misschien wat lastig te bevatten. Immers, nul is niks en hoe kan je nou minder dan niks hebben? Toch kennen we best al wel wat voorbeelden van negatieve getallen die je in het dagelijks leven tegen kan komen. En gebruikt. Een aantal voorbeelden. Als het buiten vriest, dan is de temperatuur onder nul. Bij 5 graden onder nul zeggen we dat de temperatuur min 5 is. Je schrijft dan ook een minteken voor de 5. Hierdoor is het duidelijk te zien dat het een negatief getal is. Ook wel eens een mingetal genoemd. Negatieve getallen komen we soms helaas ook tegen op bankrekeningen. Soms mag je meer geld uitgeven dan dat er eigenlijk op je bankrekening staat. De bank betaalt dan eerst even mee, maar verwacht wel dat je dat geld dan weer terugbetaalt. Je hebt dan een schuld bij de bank. Je hebt dan ook wel rood staan, omdat het vaak met rode cijfers geschreven wordt. Het land in Nederland ligt erg laag. Zo laag zelfs dat een groot gedeelte lager ligt dan de zeespiegel. De Wiswereldstudio bijvoorbeeld ligt op 4 meter onder zeeniveau. Ook kan je een gebouw hebben met meerdere verdiepingen onder de grond. Soms zie je dan in de lift knoppen met negatieve getallen, die aangeven hoeveel verdiepingen je onder de grond kan gaan. Andere voorbeelden van negatieve getallen zijn de sterkte van een bril, jaartellingen. In sommige computerspelletjes heb ik me laten vertellen dat ook negatieve getallen gebruikt worden. Het getal 6 en het getal min 6 zijn tegengestelde van elkaar. Op de getallenlijn liggen ze namelijk even ver van de nul, alleen wel beide aan de andere kant van de nul. Het kan ook heel goed zijn om te onthouden dat een negatief getal een tegengestelde is van een positief getal. Zeker als je ermee gaat rekenen. Soms moet je getallen met elkaar vergelijken en zeggen welke groter of kleiner is. Het kan dan handig zijn om aan één van de voorbeelden te denken. Bijvoorbeeld, is min 5 groter of kleiner dan min 3? Min 5 graden is een lagere temperatuur dan min 3 graden, dus kouder. Dan is min 5 kleiner dan min 3. Zo zie je dat je negatieve getallen veel tegenkomt om je heen. Misschien zelfs wel zonder dat je het doorhebt. Als je aan deze voorbeelden terugdenkt, dan wordt het rekenen met negatieve getallen een stuk makkelijker. Maar daar gaan we volgende keer verder op in. Voor nu, bedankt voor het kijken. We hopen dat je deze video wilt delen en liken. Voor meer video's over rekenen met negatieve getallen, abonneer je dan op Wiswereld. Graag tot de volgende keer.